YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we Overwatch. Yes! Ace, het speelt weer een spel. Ik ga nu al de video afsluiten. Ho, wacht maar. Het is niet alleen Overwatch, ook mag ik een PS4 versie van Overwatch weggeven. Het is de Origins Edition, dus je krijgt er allemaal coole dingen bij. Dus ik zou zeker zeggen, blijf kijken om te weten wat je moet doen om te winnen. Ik ben Ace en ik zou zeggen, let's fucking go. Een potje spelen. Ja, let's fucking go. We gaan met deze guy spelen omdat hij er beast uitziet. Het is ook gewoon het beste poppetje van heel de game. Als er één reden is waarom ik ga blijven zitten, dan is het door dit spel. En ja, dat is eigenlijk ook de enige reden. Voor wij aan deze video beginnen, ga ik een shotje nemen. Een shotje pure vodka. Let's fucking go. Dit glas is zo vuil dat deze vodka waarschijnlijk helemaal vies is. Er liggen allemaal vieze dingetjes in dit glas. Ik ga waarschijnlijk eten samen. Fuck life. Pas water, het was geen vodka, ik heb jullie bedrogen. De game glasses aan, zodat ik beter kan gamen. En dan gaan we hier eens aan beginnen. We zitten eigenlijk met de kontjes in dit spel. Is dit een goede kont? Wat vinden jullie hiervan? Is dit een goede kont of niet? Ik zie niet eens of dat een kont is. Is dat wel een goede kont? We gaan sowieso op kontjesjacht. Let's go. En ik zie geen ene fuck met deze bril, dus rot op. Hier is er iemand. Haha, get wrecked, motherfucker. Haha. Als fast pace bestaat, dan is dit spel echt het zotste. Kijk, we kunnen teleporteren naar daar en dan... Ja, cowboy. Dat had echt geen nut. Maar oké, wow. Ja... Kachbeer. Ik weet niet, ik had iets gelezen over dit spel en kontjes bij de vrouwelijke karakters, maar ik heb er eigenlijk nog nooit op gelet. We gaan eens moeten kijken hoe dat zit met die kontjes. Wow, 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 wow. Ja, dat was sowieso ook een goede kont. Ah, ik weet niet waar ik aan toe ben. Ik heb gewoon op random knopjes geklikt en ik heb 5 killstreak. Oké. Okay. Dit spel is zo fucking leuk, omdat het zo gemakkelijk is. Ik denk dat niemand echt snapt wat we aan het doen zijn, want iedereen is gewoon een beetje random shit aan het doen. Ik zie iedereen door elkaar lopen en zo, maar het is de bedoeling dat we deze limousine naar voren duwen. Ja, ja, maar sterf. Sterf, bitch. Yo, can you die, please? Probeer deze guy te killen. Dus kan die gast daar even sterven? Yo, can you die, please? Can you die? Nee, we kunnen hem niet killen, jammer. Deze guy kunnen we ook niet killen. We zijn dood. Ik suk diks. Yo, waar zijn de kontjes in dit spel? Ik heb nog altijd geen één goede kont gezien, hoor. Dit is een robot, dus die heeft ook helemaal geen kontje. Hier zijn al de enemies, dus daar ga ik waarschijnlijk ook niet zoveel kontjes zien. Dan gaan we gewoon iets random doen of zo. Let's fucking go! Oké. Oké, we hebben wel... We hebben een paar kills gehaald. Ja, zoals ik zei, random shit. Maar ik heb nog altijd geen kontjes gezien. Oké, dit is wel... Nee, waar? Het is geen kontje. Het is wel een bubbel, maar het is geen kont. Kunnen we dat beter bekijken? Yo, kill me niet. Ik ben naar een kontje aan het kijken. Ik was gewoon naar een kontje aan het kijken. Mag je nu ook al niet meer naar een kont kijken? Waarom zou je dat doen? Overwatch ass. Ik had deze foto gezien op Twitter. Waar de fuck zijn die kontjes? Ik zie geen één kontje. Ze zijn niet verloren hoor. Defeat betekent gewonnen en trusties. Zoek dan maar op Google vertalen. Kijk, zoals je kan zien. Defeat... Betekent gewonnen. Kun je dan ook iets speciaals spelen. En dan elke keer als je doodgaat, krijg je een ander mannetje. Dus ja, ik doe daarvoor wel mijn supercoole gaming glasses aan. Let's go. Ik ben er klaar voor. Ik heb de bril afgedaan omdat ik eruit zie als een fucking mogol. En elke keer als ik die bril aan doe in een video, zeggen fucking veel mensen dat ik lijk op een mogol. Dus ik stop wel met mijn domme brillen aan te doen. Al heb ik er fucking veel en heb ik er al fucking veel geld aan uitgegeven. I don't give a fuck. Oké, dus wil je dit spel nu ook spelen? Dan ben je wel geïnteresseerd in een PS4 versie van Overwatch. Dan is het enige waar je moet doen de video liken, commenten waarom jij het spel wil. En daarop mag ik dat waarschijnlijk, ja. En de video delen. En als die dingen, die dingen hebt gedaan, dan maak jij kans op een ingepakte Origins versie van Overwatch voor de PS4. En dan krijg je allemaal coole dingen daarbij, want ja, het is de Origins Edition. Dus let's go! Ik vind het spel super cool en ja, het is gewoon cool als je dat gratis kan krijgen van mij. Met een papiertje bij, met een handtekening of zo. We hebben een pijl en boog. Vind ik helemaal mooi. Er zijn al de enemies, holy shit. Hey, we gaan daar een beetje pijlen op schieten. Hopen dat we een kill kunnen maken. Let's go! Oh shit, we zijn spotted. We hebben hem gekillt. Fuck you. Ik ga gewoon een beetje pijlen schieten en voor de rest van de game niks doen. En een beetje kills halen met mijn pijlen. Ik bedoel, dat is toch de bedoeling van mijn mannetje, denk ik. Een beetje schieten met mijn pijlen en ja. Maar elke keer als ik dood ga, krijg ik een nieuw mannetje. Dus let's go. Kijk, nu weet ik zelf niet meer wie ik aan het spelen ben. Maar het is een meisje, dus misschien heb ik nu een lekkere booty. Let's go.
Oké, okay, dit mannetje was echt het slechtste wat ik ooit heb gespeeld in mijn hele leven. Dat is niet voor herhaling vatbaar. Hey, nu spelen we met een mannetje en heeft een fucking haak. Kapitein fucking haak. Hé, hey, zo kapitein haak. Met twee kapitein haken. Ze zijn wel een beetje dik, maar oké. Okay. Oh, nu zijn we weer dat fucking rotwij. Fucking karma. Oké, okay, yo, get the fuck out of this game. Hey, dus nu zijn we ineens een fucking raket of zo. I don't know. Hopelijk werkt dit een beetje. Let's fucking go. What the fuck is dit? Wat is dit? Ik doe geen damage. Ik doe geen damage. Wat is dit? We zijn verloren. Oké, okay, I hate my life. Kijk, daarnet waren wij dit mannetje. Die vrouw met roze haar. En heeft zij je booty? Heb jij je kontje? Nee, dat is geen kontje. Meer booty. Let's go. Zijn er een beetje kontjes in deze game? Can I find them? Do you guys know where they are? En we krijgen gewoon een nieuw pak nu of zo. Oké, okay, I don't... Een beetje... Ja, oké. Okay. Let's fucking go. Ik snap zelf niet echt wat ik aan het doen, man. Ik schiet gewoon een beetje en ik druk op knopjes. We kunnen ons pak laten ontploffen. Oké, okay, dan ga ik hier gewoon mijn pak hier zetten en... Go get the fuck out. Er is niks gebeurd, maar oké. Okay. Oké, nu kunnen we ineens vliegen en shit doen, maar... Dat is niet cool. Maar nu zijn we support. Fuck you, en fuck you, en fuck you. Ah. En nog altijd, na zo lang, heb ik nog altijd geen één goede booty gezien. Yo, blijf even staan dat ik de kont kan inspecteren, yo. Is dat die kont van die foto? Ik denk het niet. Het is gewoon clickbait. Heel deze video, yo. Kan ik jou killen? Ik denk het wel. Kan ik jou... Nee, oké. Okay. Ja. En we zijn gewonnen. Let's go. Holy shit. Super nice. Dat was super moeilijk. Game, maar we zijn gelukkig wel gewonnen. Vind je dat nice dat we gewonnen zijn? Dat is gewoon nice. Ik sta wel niet bij de beste spelers. Ik sta daar eigenlijk nooit bij. Maar oké, okay, we zijn wel gewonnen. Twee keer achter elkaar. Let's go. En vond je dit nu een vette video? Smash je zeker duimpje omhoog, dames en heren. En wil jij nu kans maken op Overwatch PS4 editie? Ja, laat dat weten in de comments waarom. En like de video en deel de video. Zeg maar deze zit. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja, yo, de ballen, de penissen. Hallo. Ja.